Hallo en welkom bij deze eerste workshop van Photoshop. Ik gebruik Photoshop 5, maar wanneer je Photoshop 4 gebruikt, is dat geen ramp. De basis blijft hetzelfde. Wanneer je een bestand opent, zoals ik hier gedaan heb, dan krijg je ongeveer een venster zoals je hier ziet. Het midden noemen we het werkgebied. Hierin staat de foto die je wilt bewerken. Aan de linkerzijde vind je een klein palet met de gereedschappen. Dit palet kan je groter of kleiner maken, afhankelijk van de ruimte die je hier vrij hebt. Wanneer je op een groot beeldscherm werkt, ga je hoogstwaarschijnlijk brede paletten gebruiken, omdat dat iets gemakkelijker is. Wanneer je op een laptop werkt, kan je deze beter inklappen. Het gereedschappenpalet gaan we het meest gebruiken. Deze bevat de basisbewerkingen die je nodig hebt in Photoshop. Volgende les zullen we onder andere werken met de selectietools. Enkele lessen later gaan we zelf schilderen en retoucheren. En nog enkele lessen later gaan we zelfs werken met de pentool. Deze pentool is ideaal voor het maken van logo's. Ook tekstbewerking komt zeker aan bod. De laatste functies zijn iets minder weggelegd voor Photoshop, want dit is al echt voor experts. Hier ga je werken met 3D-modellen. Afhankelijk van de tijd die rest gaan we dat ook behandelen of niet. Nog iets wat je heel vaak gaat gebruiken is het handje en het vergrootglas. Het vergrootglas zal je wellicht wel kennen. Wanneer je gewoon klikt op je werkgebied, dan ga je inzoomen. Wanneer je de Alt-toets inhoudt, dan gaat het vergrootglas in min verschijnen. En wanneer je dan klikt, ga je uitzoomen. Zoomen we uit. Wat je ook kan doen, stel dat je bijvoorbeeld enkel wil inzoomen op dit stuk, dan kan je ook slepen. Je gaat gewoon klikken en dichterbij halen door naar rechts te bewegen. Wanneer je nu terug wil keren naar je oorspronkelijk venster, dan kan je dubbelklikken op het handje. Dan kom je terug in het gewone venster. Geen nood als je in het midden allemaal balkjes ziet, dat is een geheugensbesparing van Photoshop. Daar moet je je niks van aantrekken. Het heeft niks te maken met de kwaliteit. Ook hier van boven vind je dezelfde opties terug. Scherm vullen, werkelijke pixels in venster en afdrukgrootte. Daar komen we later nog op terug. Dit is de gewone menubalk die je kent vanuit elk programma. Onder het tabblad venster kan je verschillende vensters oproepen die hier opzij in het palet gaan verschijnen. Ook deze paletten kan je weer openvouwen en dichtvouwen afhankelijk van de hoeveelheid ruimte die je vrij hebt. Wanneer je nu een bewerking hebt gedaan, we zullen even een bewerking toepassen, bijvoorbeeld het niveau aanpassen. Je ziet dat de chrysant helemaal gaat veranderen van kleur. Maar eigenlijk wil je dit niet. Je hebt je vergist, dan kan je nog altijd naar bewerken ongedaan maken gaan. Nu je ziet dat er al verschillende stappen zijn om dat ongedaan te maken. Wanneer je maar één stap hebt, is het voldoende om hier bij bewerken ongedaan te maken. Maar soms heb je meerdere stappen toegepast die je ongedaan wil maken. Dan kan je terecht bij historie. Daar ga je vinden welke handelingen allemaal gebeurd zijn. Zo kan ik bijvoorbeeld terug naar het oorspronkelijke afbeelding. Dat is de basis die je moet weten om te vertrekken. Veel succes!